Als u dat niet leuk vindt, dan mag u ook fluiten hoor. Sweet zo. Moesje had gelijk hoor. Zij zegt altijd, kind trouw nooit met een Toto. Je zult zien, hij krijgt genoeg van hier. Hij wil terug naar Holland en hij laat jou stikken. Maar Suda, ik ben nou eenmaal verliefd. Papa boleh buat. Ik denk op zijn mooie grijze pak uit Holland. Al die andere jongens gewoon kakie. En zo galant, ja die dik. Wij dansen in dierentuin Venetiaanse wals. Hij zegt, wat doe je, vrouw Soelie? U danst niet, u zweeft gewoon in mijn armen. Traktement ook bolie hoor, 500 met emolumenten. Dus ik zeg ja, toen hij mij vraagt. Doe maar nou, banyak susa. Hij zegt, Soelie, over 3 maanden we gaan naar Holland. Ik schrik mij rot. Ik zeg, loop, om te blijven? Nou, natuurlijk niet. Alleen maar met verlof. Je weet toch wel, ik krijg verlof. Europees verlof deze.
Wij gaan met de boot. Heerlijke reis. In Genua, wij gaan van boord en dan met de Simplon Express. Ik ben al geweest, de koe. Zwitserland, prachtig. De hoogbergen. Bergen? Is er hier toch ook? Ach, hij klets maar door. In Parijs, wij gaan naar Moulin Rouge. Pikantse. Ik zei, look, zeker allemaal blote meisjes. Hij zei, wat geeft dat nou? Ik moet toch wel kijken. Boah, ja, zegt die dik. Ik zei, oh, jij kijkt maar naar mij, hoor. Hij zei, op jou al uitgekeken. Maar hij meent niet zo, hoor. Ah, je bent dik. En dan, net met kerstmis in Holland. Je zult zien, Zuli, niet zoals hier. Heel anders. Hoe dan? Toch ook met kerstboom? Ja, daar wel met kerstboom, maar veel gezelliger. Midden in de winter, op de ruiten, ijsbloemen. Ijsbloemen? Apen. Bloemenapen. Nou, bloemen van ijs? Hé, hey, je mangila, geloof ik. Bloemen van ijs, hoe ken? Ah, ik weet ook niet, maar betoel hoor, je zult zelf wel zien. Ijsbloemen, à la Astaga. Hij zegt, en als dan begint te sneeuwen, Zuli. Mooi. God, zeg ik. Gezond, zegt hij. Weet je, Zuli, vroeger, wij maken een grote sneeuwpop met oude hoed op zijn kop en pijp in zijn smoel en wij taaien met sneeuwballen. Rami ze, lolle. Ik heb geen kleren, zegt hij. Ah, zodat wij kopen in Genua, zegt hij. Lekkere warme jas met sjaal en handschoenen van binnen met klintjebon. Ik moet lachen. Allah, wat zal ik uitzien, ze. Nee, maar weer troes door over kerstmis in Holland. Je zult zien hoe gezellig, Zuli. Hier nooit gezellig, zoals daar. Wat? Hier niet senang jij? Nee, kan niet zitten. Hier alles open en bloot. Nooit intiem. Jij wil intiem. Ik wil gezellig. Kamer dicht. Kachel helemaal rood. Vroeger, mijn moeder, zij maakt chocola op de kachel. Hij zegt, Zuli, wil jij mij een lol doen? Wat dan, zei ze. Zet het armstel nou eens hier. En daar een ketel water op. Waarom deze, zei. Je zult wel zien, zei hij. Nou ja, zodat, zij stapel gek in zijn kapala. Kan ook niks aan doen. Hij ligt in zijn crossie, males. We wachten samen tot de water kookt. De stoom, hij komt eruit. Hij zegt, en til nou het deksel een beetje op. Stiekem, ja zo. Ach, kom maar, deer zijn hond en blaf zelf, zei ik. Maar ik doe weer zoals hij zegt. Ach, de pana, zei ik, brand mijn vingers bijna. En nou wat, vraag ik. Hoor je niks, zegt hij. Niet, wat dan? Nou, dat de deksel kleppert. Nou, en? Hij zegt, kun je nou helemaal niet begrijpen, Zuli, dat als buiten op straat kot en donker en de wind hij giert en op de ruiten allemaal ijsbloemen, maar binnen de kachel rood gloeiend en een ketel water erop en de deksel hij suist en hij kleppert zo'n beetje. Kan je niet begrijpen dat ik gezellig vind? Ik hou mijn smoel strak. Maar binnen, ik lag mij kapot. Wat dan moet ik doen met zo'n wanhopeloze toto? Buiten koud en binnen warm. En de water, hij suis en de ketel, hij klippert. Adoe, Sousa, hij vindt gezellig. Ik weet niet. Bang rampai dari Bali, kembang cempaka seruni mawar melati, indah permai murni suci, tanda matanya ku bawa dari Puri, kembang rampai dari Bali. Kalaupun sekarang layu tak harum lagi, tapi kenangannya selama ku hidup simpan dalam hati.
broodje bakken. Ze roe niet, maar waar belaat ie? In dag maar mij, moer niet zo tjie. Dan de matanja, hoe bouwen de riepoeri? Kembang rampij, daar die balie. Hallo, boonse kran, la jute harum lagi. Tapi kenangannya selama ku hidup simpan mendalam hati. Na de plechtigheid in de kerk, de triomfantelijke rit en hele optocht van rijtuigen van Koningsplein Oost naar het Hotel der Nederlanden op Rijswijk, waar een daverende rijsttafel wachtte. Het was koel in de grote, naar alle zijden open eetzaal, maar ieder had het warm in zijn ongewone kleren. De dames in hun strak aangesnoerde korsetten onder de laag gedecolleteerde japonnen, de heren in hun naar motballen riekende, te nauw geworden zwarte pakken, de als een plank gesteven hemdfronten, de wurgende boorden. De Javaanse boys, welgemoed heen en weer drijvend op hun blote voeten, konden tussen de volgeleide schotels door niet snel genoeg de champagne aandragen. Angur Pouf, die heerlijk de dorst leste om daarna het zweet nog rijkelijker uit de poriën te drijven. Oom Jacques stond op, tikte tegen zijn glas. Na bruid en bruidegom te hebben toegedronken en zijn brave broer Oscar te hebben gememoreerd, die hier helaas niet meer bij mocht zijn om het geluk van zijn dochter te aanschouwen, hief hij tot slot ook nog het glas op zijn trouwe Loes, met wie hij nu al bijna 30 jaren de woelige wateren des huwelijks geliefd had. Adoe, moet je hier nu alles vertellen, riep Loes uit. Het ging haar vlug door het hoofd dat iedereen zich nu vast en zeker zou afvragen, als ze al 30 jaar getrouwd zijn, is Willemien dan misschien al 29 in plaats van... Lowie, een der bruidsjonkers, verhoogde de stemming door de geestigste speech die men ooit had horen afsteken. Hij kon à l'improviste rijmen als hij ervoor een bui was. Ziet hen in het huwelijksbootje varen, onbeducht voor woeste baren. Geen zee gaat onze bruid te hoog, haar bom staat pal, zijn kruid blijft droog. Zeg, bom, een woordje in vertrouwen, ik geef je de raad hier aan te houden. Tegen vrouwelijke kuren helpt een vaste hand in sturen. Zijn er kapers op de kust, laat je tanden zien gerust. Wie niet op zijn vrouwtje past, krijgt zijn leven lang veel last, enzovoort. Gewoon enig, zoals die man dichten kan, riep tante Cleo verrukt uit. Thuis op de onderneming maakte ze zoiets nooit mee. Jammer dat haar Piet het niet kon horen. Ja, die arme Piet had moeten thuisblijven, Cassian, vanwege de drukte op de fabriek, nu het riet gemalen werd. Zij was hier alleen, realiseerde zij zich opeens, met een wat verwonderde glimlach. Zij was hier om haar dochters te chaperoneren, maar niemand chaperoneerde haar. De bewustwording van deze vrijheid waaraan ze niet gewoon was, wekte iets als overmoed in haar. Zometeen als Looi aan het eind van zijn gedicht gekomen was, zou ze haar glas naar hem opheffen. Zeg, Speenhof, wat heb je hem gelapt, hoor? Hij beviel haar, die kerel, lelijk als de nacht, maar geestig en brutaal, wat gaf het dan nog bij een man? Mager als een hazenwind was hij. In de liefde zou hij vast niet zo lui zijn als haar dik en gemakzuchtig geworden Piet, dacht zij. En schaamde zich niet eens. Integendeel, ze moest er nog even om lachen ook. Als zij nog maar wat jonger was en zelf niet zo dik. Loe, wat was dat? Na op de bekoorlijkheid der bruidsmeisjes te hebben gedicht, 4 gratiën slank van lijn waarop Batavia trots mag zijn, begon hij me daar ineens van, 2 maagden uit het Djokja's land, beiden schoon en zeer charmant. Zij zou beter doen maar eens een oogje in het zeil te houden. Vooral Doortje was impulsief en lichtzinnig. Trouwens, welk meisje kon er dan tegen als er op haar gedicht werd? Tja, aan haar plichten als moeder behoorde zij te denken, in plaats van, alaa, zo'n aartsverleider toch ook. APPLAUS
op een dag wij, de Indo-gang, besluiten aan deze grote Pokolan-partij mee te doen. Onze tennisclub, hij is van groot formaat. En Wim Blekot is de penningmeester. Eindelijk, de grote dag is gekomen. En uitgelaten gaan de vrouwen van de tennissers mee en nemen al kwetterend plaats op een van de bezoekersbanken. Zie Pim en Lou in hun witte chalana-pende staan stoer als klapperboom op de rode krikkel. De umpire, hij zegt, ajo heren, geef de bal een lel. Pim, hij surft eerst, nyang hard. Maar zijn eerste bal knakt in de net. Geef niks, zegt Lou. De tweede bal, listig en zacht, ook tegen de net. Geef weer niks. De tegenpartij, ze lachen fijntjes. Want die twee Indo's blijken te Lord Goddok voor hun te zijn. Toen, plotsklaps, de vrouw van Pim, zie Lies, zij zegt... Ajo Pim, gisteravond al dat pietje je otot en jij direct naar bed zonder wat. Wat? En nu je speelt als een slappe doddel. Aangevuurd door Liesje en Toetie winnen de boys de eerste set. De meneer van de tegenpartij, hij surft met een loeier en de bal is duidelijk in. Out, roept Pim uit. En ik nog niet klaar. Je ouwe chang, zegt de umpire. God straf, houdt Pim vol. Om zo'n kleinigheid zal ik toch niet liegen. Zie Lies al poetjet en trembling als een bangoyang roept. Een let, umpire, een let. Straks, je krijgt lumper van mij. Afijn, als de vier heren als kemphanen aan de net staan, zegt Lou, als straks deze set, hij is klaar, ja? Ik verander jouw smoel in een rombeng aan winkel. De meneer van de surf, hij wordt witjes en kijkt smekend naar de umpire. Deze, denkend aan de lumper van Lies en een eventueel pak slaaf van Lou en Pim, zegt, nou, soeda, dat geeft een let. En Pim merkt fijntjes op, wacht, deze goede fans, hè? Tijdens de vierde game in de tweede set is Lou weer aan surf. En knalt beide ballen met kracht in de net. Geef niks, zegt hij. Apanya, geef niks, roept Pim zenuwachtig uit. Zo gaan we naar de Trangbulan toe. Dan opeens komt een juweel van een lopbal de kant van Pim uit. En deze krek kromt zijn geraamte voor een formidabele smash. Hij mompelt, holopis, kontol paris. En zijn racket doorklieft de lucht en als een onde onde van 14 dagen oud, soeft de bal over de net en raakt de meneer die aan de net staat op een plaats die beslissend is voor de vermeerdering van zijn kindertoelaten. Silice is dol van vreugde en brult. Ajo, Pimmetje, nu de andere meneer nog. Zij verwart tennis, namelijk altijd met boksen. De tweede set wordt ook door de Jago's gewonnen. Opgetogen begeeft het clubje zich naar de kantine om daar te vernemen welke prijs de Alun-Alun tennissers gewonnen hebben. Misschien zij krijgen geld, zegt Toetie. Niet, ach, zegt Wim. Als geld kan niet. Ik denk dat die beer of zo. De meneer van de wedstrijdleiding kijkt vergenoegd rond en hij zegt... Voor deze twee heren die de wedstrijd zo sportief gewonnen hebben... heb ik voor elk een boekje geschreven door professor Di Labrak... getiteld In die spreken binnen 6 maanden. En nu gado-gado of pechel. Voor de saus, je neemt wat kacang. En je oelijkt die heel fijn. Pindakaas, veel makkelijker. En kan betoel ook lekker zijn. Dan je neemt een paar shallotjes. Wat bawang putih als je lust. Deze ga je goed oelijken. Beetje trassie bij, maar ook gerust. Rode lombok heb je al genomen. Sambal oelek mag ook wel. Laospoeder en ketumbar, dit is al een hele stel. Toch moet er ook nog kentjoer bij. Niet te veel hoor, tikje maar. Zout en suiker als gewoonlijk. En wat assem staat al klaar. Dan tot slot een kopje santen en wat daunjeroepoot.
Nou, je zeker al wel weten hoe je deze maken moet. De geoelijkte shallotjes ga je fruiten in een pan. Dan de boemboemengsel bijdoen. Adoek even nu en dan. Volgen pindakaas en zanten. Beetje ketchup nog erbij. Breng dit alles aan het koken tot het wordt een dikke brei. Ah, was dat de zaak niet aanbrandt, want jouw saus dan naar de maan. Maar gerust wat water bij doen als de lepel hij blijft staan. Dan intussen, jij koopt groenten, kool, andijvie, selderijknol, roepa roepa, ach je weet wel, van alles een beetje, handjevol. Sommige je doet er rauw bij, zoals bonteng en toge. Kropoek heb je al gebakken, een pingblinjo en tempeh. Nou ga je dit alles tot al op een schaal, jam groot genoeg. De lorreboes en kentang, janganlupa, ook de lontong toegevoegd. Bawang goreng dan erover en het zaakje is compleet. Dat genoemd wordt gado gado, volgens anderen pechel heet.